Kinderen staan wel vaker in de krant, maar zelden hebben ze er zelf in geschreven. Met Kinderkrant Het Roertje kunnen ze vanaf nu zelf bepalen hoe hun krant eruit moet zien. En vertellen over bijzondere en gewone dingen die kinderen doen. Nou, dit is de nieuwe kinderkrant voor alle kinderen in Roermond en in Roerdalen. Voor alle kinderen uit groep 5 tot en met 8. Ja. En deze krant krijgen ze vandaag voor de eerste keer. En de bedoeling is dat die elke maand op de scholen wordt verspreid voor de kinderen. En wie heeft die krant gemaakt? Ik. Met wie nog meer? Met heel veel input, vooral van kinderen. Ik heb, voordat ik ben begonnen, een soort onderzoekje gedaan onder kinderen met de vraag van, goh, hoe moet zo'n krant eruit zien en wat willen jullie graag van zo'n krant? En daarnaast uiteraard fotografen die mee op pad zijn gegaan en een vormgeefster. Ja. Maar al het rest heb ik gedaan. Ik ben eigenlijk schrijfster, commerciële mevrouw, de bezorger, de PR, eigenlijk van voor tot achter. Je bent er trots op, begrijp ik. Ja, super trots op het resultaat. Ja, een jaar aan gewerkt om het voor elkaar te krijgen. En als het dan lukt en je hebt die eerste, ik ben gisteren gaan ophalen bij de drukker. Ja, toen hebben we wel een vreugdedansje gedaan, inderdaad. Waarom ben je eraan begonnen in dit project? Waarom? Waarom? Ja, ik heb heel lang bij de Grote Mensenkrant gewerkt, bij de Limburger. Ah. En op een gegeven moment kwam ik de Kinderkrantacademie tegen, want in Rotterdam bestaat al een kinderkrant, al 10 jaar. Ja. En die dames die kinderkrant maken, die hebben een soort opleiding gemaakt, zeg maar, voor mensen die ook een kinderkrant willen. Ja. En dat was een soort stappenplan. En ik had op hun social media bericht geklikt en toen was ik verkocht eigenlijk. Ik heb altijd getwijfeld tussen de journalistiek en het onderwijs. Ja. Nou ja, en in een kinderkrant komt het samen. Dus, en het is natuurlijk superleuk om kinderen te interviewen. Die zijn zo eerlijk en recht voor hun raap. Dat is het leukste wat er is. Wij zijn ook belangrijk. We hebben een rubriek waarin een groot mens een vraag stelt aan kinderen. En de eerste editie is dat de burgemeester van Roerdalen. Die vraagt in relatie natuurlijk tot een kinderkrant van, waarom moeten grote mensen nou eigenlijk luisteren naar kinderen? En dan geven allerlei kinderen hun mening. En hier kan de lezer zelf zijn eigen mening invullen. Dus dan kan het in de klas ook als een discussiepunt worden gebruikt. We hebben een pagina over de Biep met boekentips. En nu is het zover. Daar is hij. De allereerste kinderkrant. Ik ben hem gisteren gaan ophalen bij de drukkerij. Ik kom nog een keertje sowieso op deze. Wat vind jij van dat idee van de kinderkrant, juffrouw? Ik vind het een geweldig initiatief. Ja? Het is erg leuk en je ziet ook, ze zijn er betrokken en ze willen ook allemaal meedoen met de interviews die Hanneke afneemt. Mm-hmm. Dus ze vinden het echt super leuk. Ze waren al super enthousiast over de eerste presentatie die Hanneke gaf. Ja. Wat vind je ervan, een krant voor kinderen? Interessant. Dat komt niet vaak voor. Ja, nee. Het is een goed idee, hè? Ja, vind ik van wel.